Ik heb tijdens het opnemen blijkbaar een foutje gemaakt en daardoor een vraag overgeslaan. Dus het zijn helaas maar 49 vragen in plaats van 50. Maar dat mag de pret uiteraard niet bederven, dus geniet alsnog van de video. Yo mensen, ik ben Jelleke en hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe video hier op mijn kanaal. Het is weer een heel tijdje geleden dat ik zo nog eens op het kanaal ben gekomen met mijn gezicht. En ik dacht bij mezelf, laat ik eens wat anders doen dan normaal een normale praatvideo en het over een onderwerp als we hebben. Dus heb ik hier vandaag een video waarin ik 50 vragen over mezelf ga beantwoorden. Waarom 50? Ik weet het niet. Ik kwam op een site uit met 100 vragen, maar er stonden ook vragen bij waar je niet zoiets had van, is dat wel een vraag om te beantwoorden of kan je daar wel een fatsoenlijk antwoord op geven? Dus heb ik ook een paar vragen van die site weggedaan en andere gezocht. Maar ik heb dus nog eveneens 50 vragen over mezelf. Het zijn wat als vragen, het zijn gewoon wat waar en van die zaken. Het zijn gewoon dingen en ja, jullie gaan dat vanzelf misschien. Ik ga ook niet langer doorpraten, we gaan gewoon beginnen met de eerste vraag. Welke kleur heeft je haar? En dat is meteen zo'n vraag waar heel veel discussie op gaat komen in de comments. Dat durf ik jullie nu al te zeggen, de kleur van mijn haar, ik ga er niet om liegen. Ik ben inderdaad, het is roze. Nu, het is niet super oranjeachtig. Bij mij valt het nog best wel mee, dat zeggen ook meerdere mensen. Want eigenlijk is het niet zo erg roze. Je zou eerder zeggen dat je aan een andere haarkleur zou hebben. Maar het is duidelijk te zien dat het wel roze is. Ik heb er zelf helemaal geen probleem mee. Ik bedoel, ik heb het zelf niet gekozen dat ik die haarkleur ging hebben. Ik kon ook zeggen van ja, ik verf ze, maar dat doe ik niet. Er wordt nu nog steeds, ik ga nu naar het vijfde, kom aan het vierde middelbaar af, wordt nog steeds ginger naar mij geroepen soms. En die van mijn klas maken er af en toe wel grapjes mee, maar een grapje moet kunnen, maar er wordt nog steeds geroepen. Ik reageer er verder ook niet op. Ik bedoel, ik kan er niks doen. Ik voel me er goed bij. Ik heb het niet gekozen, weet je wel. Als ik het gekozen had, had ik misschien ook wel iets anders willen hebben. Maar zoals het nu is, vind ik het eigenlijk, ja, ik kan er niks aan veranderen. Weet je, jullie kunnen jullie eigen mening erover achterlaten in de comments, maar ik kan er niks aan veranderen. Dat is gewoon mijn eigen mening. Wat is de kleur van je ogen? Ik heb blauwe ogen. Ik weet niet of jullie het zien, maar het is misschien moeilijk op camera te zien, maar ik heb donkerblauwe, of ja, donkerblauwe. Ik heb gewoon, in ieder geval, ik heb gewoon blauwe ogen. Heb je een bril of lenzen? Uiteraard, jullie zien het. Ik heb een bril, die heb ik ondertussen al twee, dat wordt nu 3 jaar. Aan allebei de kanten min 1, als ik me niet vergis. Dus het is voor ver te kijken en voor beeld ook scherper te stellen. Want als ik dus zonder bril ver kijk, zie ik heel wazig. Heb je lang of kort haar? Momenteel heb ik lang haar. Ik ben heel dringend naar de kapper, maar ik heb het liefste kort. En dan is het zeg maar aan de zijkant opgeschoren en hier van bovenop is het wat langer. Maar nu zit het echt overal weer veel te lang. En ik heb ook moeilijk haar voor te knippen en shit. Dus dat maakt het ook nog allemaal moeilijker om dat allemaal in orde te houden. Maar ja, mijn haar is iets wat heel belangrijk is voor mij. Dat moet ik gedaan hebben. Vooral als het nu zo lang is. En ik kom uit bed of zo en ik heb het gewassen of zo. Ik moet er altijd gel in hebben, anders ga ik niet de deur uit. Hoe lang ben je? Momenteel ben ik 1,76 meter, als ik me niet vergis. Ik weet niet of ik nog wat ga groeien. Bij mij thuis ben ik op mijn vader na de grootste. En uit de hele familie ben ik denk ik ook wel een van de grotere, om het zo te zeggen, momenteel. Dus ja, ik ben 16 jaar en 1,76 meter. Dus ja, het is wel een redelijk kleinkje voor deze leeftijd al. Welke schoenmaat heb je? Ik heb maat 3,44. Dit is redelijk groot uiteraard. Maar het hangt ook, ja, 3,44 hangt ook van de schoenen af. Ik heb nu All-Stars van 44. En ik heb ook All-Stars van 43, het hangt gewoon van de maat af. En dan heb ik ook bijvoorbeeld andere schoenen, de werkschoenen van school, heb ik 41 in. En dat past me ook, maar voor nieuwe schoenen, als ik nieuwe schoenen koop, heb ik meestal 3,44. Heb je huisdieren? Zo ja, welke? Ik heb helaas geen huisdieren. Ik zou wel heel graag een hond willen, maar dat gaat volgens mij, dat gaat hem niet worden hier thuis. Aangezien ik met mijn twee broertjes zit, dat is al heel druk. Dus een hond erbij gaat het waarschijnlijk niet worden. Wat is je geboortedatum? Ik ben geboren op 5 maart 2001. Dus zoals ik daarnet al zei, ik ben 16 jaar op dit moment. Ja, het is nog wachten tot volgend jaar Erik 17 wordt. Maar laten we daar nog maar even mee wachten. Ik ben nu 16, een aantal maanden. Dus we gaan gewoon op het gemakje verder naar het volgende. Waar liggen je roots slash afkomst? Ik ben gewoon afkomstig uit België. Ik ben een Belgische familie. Dus ja, gewoon als ik verder ga kijken, weet ik het eigenlijk zelf niet. Aan mijn moeders kant ga je naar de Sloveense kant, de Sloveense familie en van die zaken. Als je naar mijn vaders kant gaat, weet ik het zelf niet. Maar ik ben eigenlijk gewoon puur Belg. Welke kleur kleding draag je het liefst? De kleding die ik, of de kleurkleding wat ik het meeste aan heb,
Het hangt er een beetje vanaf. Mijn vriendin zegt dat het donker heel goed bij mij past. Waar ze ook gelijk in heeft. Ik heb over laatst nieuwe kleding gehaald. Dat is ook donker. En daar heeft ze gelijk in. En dat, ik draag ook het meeste donker. Dit is nu wel wat lichter. Ik heb nu ook een lichte broek aan. En zo. Dus. Maar het meeste heb ik dan donker wel aan. Hoe heb je je haar het liefst? Ik heb mijn haar meestal hetzelfde. En dat is ook hoe ik het liefst heb. In de gel. Het zat zeg maar altijd zo naar achter in een kleine kuif. Als het kan. Als het kort knipt, kan ik er geen kuif in maken. Maar meestal altijd met een kuif of hier van voren omhoog. Zo heb ik het meestal staan. Wat is je favoriete eten? Favoriete eten is toch wel pizza. Pizza is een van de dingen die eet ik graag en ook wel redelijk vaak. Meestal één keer per week eet ik pizza. Dus dat is iets wat ik heel vaak eet en ook wel heel graag eet. En ook wel verschillende dingen wil proberen. Maar ik ben ook een beetje nieuwe dingen en probeer ik qua... Als ik af en toe uit eet of zo, probeer ik ook eens wat nieuwe dingen. Niet altijd pizza. Als ze überhaupt pizza hebben, hangt er ook vanaf waar ik ga eten. Maar favoriete eten is en blijft bij mij pizza. Wat is je favoriete muziek? Mijn favoriete muziek is ook zoiets. Ik heb heel veel verschillende genres wat ik luister. Ik luister buitenseizoen niet zoveel, maar binnenseizoen wel zeker wat carnavalsmuziek. Maar dat is nu nog 100 dagen, op het moment dat deze video opnemen is 3 augustus, 100 dagen tot het seizoen weer begint. Buitenseizoen luister ik het heel zelden, tot eigenlijk niet. Wat ik wel zo luister, dat is zeg maar van die muziek wat je, ja, laat ik het gewoon even zeggen, die muziek die wat op Tomorrowland zeg maar gedraaid wordt. Dus dat zijn dan DJ's zoals Dimitri Wiggins, Like Mike, Martin Garrix. En van die DJ's allemaal, wat hun produceren, Rehab en van die zaken. Dat is zeg maar, ja, dance muziek en van die zaken. Dat is wat ik heel graag luister en wat ik ook heel veel luister. Wat is je favoriete stad? Mijn favoriete stad is eigenlijk een heel moeilijke vraag voor mij, aangezien ik eigenlijk nog niet op veel plaatsen ben geweest. Dus... Ja, ik weet niet. Ik kan er niet echt een antwoord op gaan geven. Wat is mijn favoriete stad? Ik ben eigenlijk nog... Ik ben nog niet eens ver... Het enige waar ik geweest ben op vakantie is België zelf, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Verder ben ik gewoon nog niet geweest. Heel erg. Maar ik heb een broertje wat niet wilt gaan vliegen. Dus vliegen wordt heel moeilijk. Ik wil het wel. Weet je, ik wil het wel. Maar het is iets heel moeilijks om ergens te geraken. Dus eigenlijk kan ik hier niet echt... antwoord op geven. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Genk. Dat is niet zo heel ver van hier. Dat is als je de autostrade bij ons aanrijdt en blijft volgen. Het eerste afslag wat je krijgt is Genk. Dus dat is niet zo ver van hier. Daar ben ik geboren. Ik heb daar niet gewoond. Ik ben daar alleen geboren in het ziekenhuis. Waar heb je overal gewoond? Ik heb alleen gewoond in deze gemeente. Dus in Maasmechelen. Ik ben 1 keer verhuisd. Dat was toen ik 9 maanden of zo was. We woonden in het begin dus nog een appartement toen dit huis hier werd gebouwd. En in september zijn we dus hier gewoond van 2001 was dat dus. Ik ben geboren in maart en in september van dat jaar zijn we hier gewoon. Of was september het jaar erop? Nee, het was september 2001 zelf, want ik ben hier voor de eerste keer jarig, dus in dit huis. Wat is je favoriete tv-programma? Mijn favoriete tv-programma is, en blijft toch nog altijd wel Flikken Maastricht. Ook al is het een Nederlands tv-programma, en sorry voor mijn stoel, maar Flikken Maastricht is en blijft iets wat ik, heb ik altijd gevolgd. Heb ik ook helemaal uitgekeken tot seizoen 11, 12 is dus nog in de maak. Blijf ik ook zeker volgen en het is en blijft. Ik vind het echt een fantastische serie. Ik denk dat er wel meerdere mensen misschien zijn die het kijken. Zeker weten wel. Een hele erg leuke serie die ik altijd zal volgen en blijf volgen. Zolang er nog afleveringen komen uiteraard. Wat is een van je meest favoriete quotes? Dat is eigenlijk een quote die ik pas nog onder een Instagram foto heb geplaatst. Ik zal hem eventjes laten zien hier in beeld. En het is dus, hij staat hier in het Engels, maar ik zal hem even vertellen. De beste dingen in het leven komen met geduld. En dat is eigenlijk ook wel gewoon iets wat helemaal waar is. Dingen wat je naar verlangt, komt enkel gewoon met geduld. Ja, laat het op je afkomen zou ik zeggen. Maar dat is een van mijn favoriete quotes. Die heb ik pas gebruikt dan eronder, onder die foto. Ik vind het eigenlijk ook wel een toepasselijke voor met die foto. Dus ja, dat is een van mijn favoriete quotes. Wat is je favoriete kleur? Favoriete kleur is ook zoiets, het is wat moeilijk. Ik bedoel, als ik naar mijn computer kijk, zit ik met rood vooral, zwart-rood, maar zwart dan minder. Het is eigenlijk het rood wat mij dan boeit. Als ik naar mijn toetsenbord kijk, zie ik gewoon heel de regenboog. Kleur is eigenlijk iets wat heel moeilijk is bij mij. Ik heb niet echt iets met kleur. Heb je een vriendin? Ik heb zeker een vriendin, daar heb ik het uiteraard over gehad. Ik ben ondertussen al bijna een half jaar samen. Ik ben heel blij met haar, ik ben heel gelukkig ermee. Dus voor de mensen die het nog niet weten, dan weet je het nu. Waar woon je? Ik woon dus in Maasmechelen, dat is een gemeente in de provincie Limburg. Belgisch Limburg, mogen we zeggen Nederlands. Belgisch Limburg. In een half open bebouwing. Dus er is ons huis zit tegen een ander huis aan. Ik moet zeggen dat we best wel ruim wonen. We hebben de plaats die we nodig hebben voor met 5 te kunnen leven. Ik heb eigenlijk 2 kamers op mijn eigen beschikking. Dat is deze kamer, want daar zit ik eigenlijk zowat heel veel dagen. Of ja, heel veel...
De meeste tijd van de dag zit ik hier. Ik slaap in die andere kamer. Daar kom ik voor de rest ook helemaal niet eigenlijk. Dus ja, ik woon in Maasmechelen. Dat heb ik al gezegd. Ik moet zeggen dat ik hier wat... ik vind het hier fijn wonen. Vooral de omgeving hier is rustig. Ik woon in een doorlopende straat in een wijk waar amper auto's komen. Dus dat is allemaal wel fijn en wel. Uit hoeveel leden bestaat jouw gezin? Zoals ik net al zei, we wonen met 5 hier thuis. Dus mijn moeder, mijn vader, ik en mijn 2 broertjes van 13 en 11. Ben je druk of rustig? Druk of rustig? Eigenlijk beide. Ik kan op momenten heel druk zijn, maar ik kan op momenten ook rustig zijn. Hangt ook een beetje van de situatie af. Maar meestal, als ik moet kijken naar mezelf, kan ik toch mezelf concluderen dat ik meestal wel rustig ben. Hoe zien andere mensen jou? Andere mensen zien mij als een behulpzame, lieve jongen. Dat moet ik toch wel zeggen. Ik kan wel omgaan met mensen. Maar het hangt er ook weer vanaf wie. Maar met familie kan ik heel goed omgaan. Ik kan ook heel goed omgaan met... bijvoorbeeld de ouders van een vriendin of familie daarvan, dat is nog soms een beetje raar, maar daar kan ik ook goed mee omgaan. Dat is uiteraard ook belangrijk dat je daar goed mee kan omgaan met familie van de anderen. Ja, ook met mensen in mijn klas zeggen heel vaak, ik ben behulpzaam, dat hoor ik ook van leerkrachten, dat ik anderen help als het nodig is. Moet ze ook niet te veel helpen uiteraard in bepaalde situaties. Maar andere mensen zien mij toch wel als een lieve, leuke, behulpzaam jongen. Laat ik het zo eventjes kort samenvatten. Hoe beschrijf je jezelf in een aantal woorden? Hoe beschrijf ik mezelf in een aantal woorden? Ja, leuk. Of ja, moet ik... Ik weet niet. Ik kan wel gaan slijmen en shit. Maar dingen zeggen die niet waar zijn. Maar dat wil ik niet. Ik moet van mezelf... Ik vind me creatief, behulpzaam. Helpen waar het kan. Doe wat ik kan. Ja, wat kan ik nog ervan maken? Ik vind mezelf normale jongen, rustig. En druk af en toe ook wel eens hangt dus van de situatie, zoals ik net al zei. Meer kan ik er niet aan toevoegen. Hoeveel broers of zussen heb je? Zoals je net al zei, een paar vragen terug. Ik heb dus 2 broertjes van 13 en 11. Die zijn momenteel niet thuis. En dat is ook eigenlijk vrijwel de bedoeling, of ja, niet de bedoeling. Maar vrijwel de beste momenten voor video's op te nemen als hun niet thuis zijn. Want anders gaat het gewoon niet. Jullie hebben dat waarschijnlijk al eens gezien of gehoord in video's. Dat jullie in de achtergrond geschreeuwd horen, dat zijn hun dus. Wie maakt jou aan het lachen? Mijn vriendin. Iedere keer laat ze mij lachen of maakt ze mij aan het glimlachen als het gewoon eventjes wat minder gaat. Alleen zij kan dat doen. Ik bedoel, zij maakt soms van die flauwe opmerkingen of zoiets. En dan krijg ik gewoon spontaan de lach op mijn gezicht. Dat is bij haar ook. Proberen dat bij elkaar altijd te doen en dat lukt meestal ook altijd goed. Hoe heb je je jeugd ervaren? Mijn jeugd, ja, dan ga ik eigenlijk wel spreken over de basisschool, laat ik het zo zeggen. Want ik zit nu nog altijd in de jeugd, maar een soort, het is anders dan vroeger uiteraard. Maar ik heb mijn jeugd normaal ervaren, ik ben normaal opgegroeid. Ik heb altijd dezelfde vriendenband gehad met een aantal jongens uit de lagere school. Dat was eigenlijk een klein groepje van 4 waar we altijd samen waren en wij deden heel veel dingen samen en zo. Dus bijvoorbeeld, we zijn op C-klasse geweest, we lagen samen op één kamer, dus van die zaken. Ik heb in die jeugd, ja, ik heb mensen leren kennen heel zeker. Niet dat ik nog met iedereen contact heb van vroeger, met een paar misschien nog maar. Het is helemaal anders geworden uiteraard. Je gaat andere richtingen doen in het middelbaar, dus je komt elkaar niet meer echt tegen en je spreekt elkaar ook niet meer. Wat zijn je sterkste jeugdherinneringen? Mijn sterkste jeugdherinneringen... dan moet ik eigenlijk... Dat is iets wat ik dan minder fijn vond. Dat is het overlijden van mijn opa. Dat is een jeugdherinnering. Toen was ik op het moment, was ik even denk, was ik 11 jaar? Of nog niet? Nee, ik was 10. Ja, ik was 10. Dat was in 2011 gebeurd, dus ik was 10. Ik was 10 jaar toen dat is gebeurd en dat is iets dat heeft mij echt, tot op de dag van vandaag zit dat nog altijd vers in het geheugen en zo. Ik weet nog goed dat ik hem zag. Ik zei s'avonds, de laatste keer dat ik hem zag, tot woensdag. Maar dat zou dus al vroeger zijn, de dag erna. Ja, ik wil het er ook eigenlijk gewoon niet meer echt over hebben, want dan ga ik weer aan dingen denken. Maar dat is eigenlijk een van mijn sterkste jeugdherinneringen, negatief dan wel. Maar toch, die man was gewoon geweldig, ik mis hem nog steeds. Zoals iedereen wat iemand mist. Maar dat is iets wat mij zeker hierbij blijft uit mijn jeugd. In hoever lijk je op je ouders? De meeste mensen zeggen dat ik meest op mijn moeder lijk. Maar anderen zeggen dan weer dat ik meer op mijn vader lijk. En sommigen zeggen, dat heb je van je ma en dat heb je van je pa. Dus de meningen zijn erover verdeeld. Zelf weet ik eigenlijk niet in bepaalde dingen. Het is wel zo, als mijn vader en mijn moeder discussie hebben, trek ik altijd partij voor mijn moeder. Dat is altijd zo. Ik weet ook niet waarom. Maar ik trek gewoon altijd de partij voor mijn moeder. En als... Stel, het gaat niet gebeuren, dan ben ik er zeker van. Maar stel, mijn ouders zouden scheiden, zou ik ook altijd in de eerste plaats bij mijn moeder blijven wonen. Dus niet dat mijn vader niet mag, zeker weten niet. Ik vind het echt, ik heb een heel super papa. Maar als ze zouden scheiden, zou ik naar mijn moeder gaan. En als ze altijd een discussie gaan trekken, ook altijd de partij voor mijn moeder. Maar met mijn vader heb ik ook zeker heel veel fijne momenten en heel fijne dingen meegemaakt. En dan als ik terug in Europa Park,
Vond ik het echt super dat ik hem in de Silver Star heb kunnen gooien. 3 centimeter hoog. En hij zei tegen mij, wat heb je me aangedaan? Maar nadat was het toch van, was echt een super ervaring. Wie zijn de meest belangrijke personen in jouw leven en waarom? De meest belangrijke personen in mijn leven zijn uiteraard familie, een bepaalde vrienden. Mijn vriendin zeker weten staat ook in. Op tweede plaats staat mijn vriendin toch wel naast mijn familie. Familie is uiteraard iets dat staat altijd bovenaan, bij iedereen wel. Maar mijn vriendin is ook wel zeker een heel belangrijke persoon in mijn leven. Ja, familie uiteraard, omdat ja, je leeft ermee, je gaat er dingen mee doen. En vooral, mijn familie is zeg maar aan de kant van mijn vader, dus mijn tante en mijn vader, zijn zus en broer zitten met hun, ja, dus hoe moet ik het zeggen? Dat is allemaal zeg maar kant carnaval en ze zitten dus allemaal samen in dezelfde groep. Ik zit daar dus ook in. Daar heb ik dus, als het seizoen bezig is, ben ik er zo vaak mee samen, maak ik zoveel leuke momenten mee. Als kerstmis is, laag ik me ook altijd gewoon in een deuk met mijn onkel bijvoorbeeld. En ik bedoel, familie is heel belangrijk. Vriendin staat zeker ook op de tweede plaats, omdat dat dus, zoals haar is er gewoon helemaal niemand meer. Dat zeg ik jullie eerlijk. Dus hoe zij het doet en hoe ik met haar om kan gaan, dat is echt niet te geloven. We hebben een heel goede band. Af en toe zijn er mindere momenten in, maar het is in elke relatie wel dat er mindere momenten zijn. Maar daar kom je steeds sterker uit. Wat is je kledingsmaat? Jullie zullen het misschien niet geloven, maar mijn kledingsmaat is gewoon smal. Ik heb in mijn t-shirten en ik heb een polo's en ik heb een andere dingen. Kleding heb ik gewoon een trui ook. Overal smal. En dan zouden jullie het echt niet denken, denk ik van mij. Alhoewel, niet dat ik zo breed of zo ben, maar overal heb ik smal in en het zit me allemaal heel lekker. Broeken weet ik het eigenlijk niet, omdat dat met die 100 en maten is. Ik denk 152 of zoiets is dat. En ja, dat klopt dus voor een ene moer, want het is 176. Ja. Wat zijn je sterkste eigenschappen? Mijn sterkste eigenschappen aan mezelf. Ik vind van mezelf dat ik creatief ben. En ik geef ook niet op, dat vind ik ook van mezelf. Ik zeg niet van na één poging, als iets niet lukt, bijvoorbeeld op school, omdat ik een technische richting doe, als iets niet lukt, zeg ik na één poging, want scheid, ik doe iets anders. Ik probeer zelf nog een tweede oplossing te zoeken, eventueel een derde. Als dat niet lukt, probeer ik nog zelf van de leerkracht in te schakelen. En tot ik gewoon een oplossing heb gevonden. Dus ik vind van mezelf dat ik wel een doorzetter ben. Heb je een aandoening, ziekte, handicap of stoornis? Zelf heb ik niet, maar mijn twee broertjes hebben beide wel iets. Nu, daar wil ik het wel heel eventjes een call over hebben. Gewoon zeggen wat ze hebben. Mijn tweede broertje, na mijn geboorte, die van 13, die heeft zeg maar een, ik weet niet hoe het heet, als het überhaupt wel een specifieke benaming heeft. Maar zeg maar een achterstand met bepaalde dingen. Zit ik op een speciale school, dat is niet op een normale basisschool. Ik weet niet hoe het precies heet, ik weet ook niet als het een naam heeft nogmaals. En mijn andere broertje, de kleinste dus, dat is die van 11, die heeft ADD en autisme. Het is natuurlijk niet makkelijk om daar als grote broer, om zo te zeggen, mee om te gaan. Zeker niet omdat ze, soms doen ze heel lief tegen mij, soms doen ze ook heel stom tegen mij. En doen ze eigenlijk los dan stellen ze zich aan. En als er iemand hier is bijvoorbeeld die ze nog niet vaak gezien hebben, zoeken ze allebei wel aan de aandacht en zo. Het is echt niet makkelijk om daarmee om te gaan. Maar toch, je moet ermee omgaan en je moet het kunnen of je kan het niet. Het is echt niet makkelijk. Dat zeg ik jullie zelf. Zijn er misschien mensen die hetzelfde als mij maken, die weten waarover ik spreek. Of mensen die hetzelfde, die iets misschien zelfs hebben, ADD-autisme. Het is zeker iets om niet mee te spotten. Ik had zelf ook graag dat het anders geweest was. Maar zoals het nu is, ja, je kan het niet anders doen. Ze krijgen de medicatie ervoor en het helpt ze zeker ook wel. Maar ja, het is natuurlijk moeilijk om ermee om te gaan. Waar word je gelukkig van en wat is je definitie van geluk? Ik word gelukkig soms zelfs van de kleine dingetjes. Mijn definitie van geluk heb ik niet. Ik heb er niet echt een definitie voor. Maar ja, waar word je gelukkig van? Van het samen zijn met mijn vriendin toch ook wel. Ook al ben ik gewoon samen kijken een film of zo. Dan ben ik eveneens gelukkig. Als je weggaat ben je in een andere vorm gelukkig. Hangt ook van de locatie af. Ook eveneens als je met familie weg bent, word je gelukkig. Het zijn allemaal soms zijn het gewoon zelfs de kleine dingetjes waar ik gelukkig van word. Wat houdt je bezig? YouTube houdt mij bezig, gamen houdt mij bezig, video's maken houdt mij bezig, met mijn vriendin zijn ook mee bezig, met familie zijn ook mee bezig, naar bepaalde dingen gaan ook mee bezig, met computers bezig zijn ook mee bezig. Het zijn eigenlijk gewoon van die dingen wat mij bezighoudt. En binnenkort is het weer school dat me gaat bezighouden, maar die dingen wat ik net opzom, dat zijn dingen die zijn in het dagelijks leven toch wel standaard. Wat zou je willen veranderen aan jezelf? Op dit moment zou ik helemaal niks willen veranderen aan mezelf. Ik ben heel content over mijn lichaam, over mijn hebben en doen. Ik moet echt niet klagen. Ik ben er heel blij mee over alles wat ik hier nu onder andere heb staan. Kost natuurlijk handenvol geld, dat zeg ik jullie eerlijk. Een computer van 1000 euro, een hele setup van nog meer als dat en een heel huis. Je moet content zijn met de dingen die je hebt. En dat is gewoon zo. Ben content met de dingen die je hebt. En als je denkt, er zijn zeker nog dingen die ik wil. Voor onder andere mijn setup of andere dingen. Maar je kan natuurlijk niet alles in het leven. Maar op dit moment ben ik gewoon heel content over mezelf. En ik zou helemaal niks willen veranderen. Wat geeft je plezier? Carnaval
geeft mij plezier. Altijd. En dat is misschien raar dat ik het zeg, maar het is gewoon zo. Ik ben een carnavalist sinds een paar jaar al. Eigenlijk van kleins af aan ben ik met optocht aan het meedoen. En hoe ouder je wordt, hoe meer besef je ervan krijgt. En dan ga je ook meer naar de bals en naar de andere activiteiten die er zijn. En dan heb ik dus vanaf vorig jaar ben ik daarmee begonnen. Mijn eerste jaar heb ik dus eigenlijk voltallig afgerond. En dan ben ik nu aan mijn tweede jaar toe. Dat begint natuurlijk weer op 11 november. We zijn dus de bals zien plezier geven. De optochten waar ik me als een klein kindje over de straat laat gaan. Om licht te springen en tot en met. Ik vind het echt geweldig. Waar ben je het meest trots op? Eigenlijk een beetje op alles wat ik bereikte met mijn leven ben ik trots, moet ik toch wel zeggen. Ik ben begonnen met YouTube een paar jaar geleden. Dat doe ik nu nog steeds. Ik weet natuurlijk veel meer erover nu. Maar het is anders dan vroeger. Vroeger was het echt van, ik was trots als ik bijvoorbeeld 50 abonnees of 100 abonnees had. Of zoveel abonnees. En nu ben ik er nog steeds trots op als ik een mijlpaal bereik van 100 abonnees erbij of zo. Het gaat nu allemaal alleen wat minder en trager. Maar mij gaat het niet om de abonnees. Mij gaat het om de bezigheid van mezelf. En over het plezier dat ik er heb om voor jullie een video te maken. En dat is voor mij het belangrijkste aan dit te doen. YouTube is eigenlijk een hobby voor mij toch nog altijd wel. Ook al ben ik er niet meer fulltime mee bezig zoals vroeger. Vroeger was ik er letterlijk iedere dag mee bezig. Ook al was het nog maar een stukje editen. Iedere dag was ik met editprogramma's of opnames bezig. Nu zit dat helemaal anders dus. Maar dan nog, ik ben en blijf er nog altijd trots op. Maar ben ik nog trots op de band met mijn gezin of met mijn familie en met mijn vriendin. En met vrienden ben ik heel trots op bepaalde banden en bepaalde dingen die ik in mijn leven heb bereikt. Ben ik een doorzetter? Ik vind van mezelf wel dat ik een doorzetter ben. Ik geef echt niet snel op. Om als ik voor iets ga, dan ga ik er wel voor. Als ik bijvoorbeeld moet geven op school, als ik aan een project bezig ben en iets is fout gedaan, probeer ik nog een oplossing ervoor te zoeken. Al dan niet zelf wordt het met hulp van de leerkracht ingeschakeld. Maar ik probeer toch wel meestal een oplossing te zoeken voor een probleem. Sta je open voor nieuwe dingen in het leven? Ik sta zeker open voor nieuwe dingen in het leven. Het zou ook goed zijn als je daar niet voor open staat. Als je bijvoorbeeld de kans krijgt voor iets groot te doen wat je altijd van gedroomd hebt, dan ga je daar ook voor. Dan ga je dat proberen te doen en dan laat je dat in je leven komen. En dan verandert je leven dan wel op bepaalde aspecten. Maar ik sta zeker altijd open voor nieuwe dingen in het leven. Als ik een voorbeeld mag geven waar ik zeker voor open stond, of ja, open stond. Maar iets wat mijn leven veranderd heeft, dat is dan mijn vriendin. Mijn relatie wat ik nu heb, dat is echt iets wat mijn leven in bepaalde zinnen veranderd heeft. En dat laat ik dan zeker binnen in mijn leven. Dat zou ik ook zeker niet weigeren. Het zijn soms ook kleine dingetjes waar ik voor open staat. Maar als je dingen niet toelaat in je leven, dan is het ook gewoon altijd hetzelfde. En dan wordt het op de duur gewoon saai. Ben je chaotisch of gestructureerd? Ik vind van mezelf wel dat ik gestructureerd ben. Ook al is mijn bureau niet wel een heel zooitje. Maar als ik aan iets bezig ben, leg ik toch wel alles mooi opzij. Het ligt niet allemaal door elkaar. Als ik een klein voorbeeld mag geven, bijvoorbeeld de cable management van mijn setup, is in principe wel gestructureerd. Het hangt niet onder mijn bureau door. Je ziet geen één kabel hangen. Met geleidingen ligt het allemaal achter mijn bureau, naar mijn computer toe en naar mijn scherm toe. Dat ligt allemaal mooi erbij. Als ik daar een klein voorbeeldje op mag geven. Maar ook als ik op school met iets bezig ben, leg ik het toch wel allemaal mooi aan de kant. Denk je met je hoofd of met je hart? Met beide. Je moet zeker weten met beide denken. Zowel met je hoofd als met je hart. Soms meer met je hart als met je hoofd of andersom. Je kan niet alleen met je hoofd denken of alleen met je hart. Je moet echt wel met beide denken. Welke richting volg je? Ik volg de richting mechanische vormingstechniek is het nu al. Ik ga nu naar het vijfde, dus het is nu het derde jaar dat ik specifiek mechanica volg. Ik ben er heel content over. Ik heb er zeker geen spijt van dat ik die richting gekozen heb. Waarom volg je deze richting? Ik heb de richting dus gekozen omdat eigenlijk oorspronkelijk was het de bedoeling en had ik het idee als ik klaar ben met mijn tweede en ik ga naar derde over, dus moest ik dan kiezen uit drie dingen, hout, mechanica en elektriciteit, zou ik elektriciteit gaan doen. En we gingen dus met de klas dan een bepaalde dag al die drie afdelingen binnen om te kijken hoe het eraan toe ging. En toen ik bij de mechanica binnenstapte, is er eigenlijk in mijn hoofd een knopje omgeswitcht wat gezegd heeft, nee Jelle, je gaat toch wel mechanica doen. En waarom? Omdat ik haar grotere machines zag staan, ik zag computergestuurde machines, ik zag heel vette dingen die gemaakt werden en ik heb er echt totaal geen spijt van dat ik dat gedaan heb. Ik heb het ook gekozen omdat mijn opa het vroeger gedaan heeft en omdat ik dus machines herkende wat hij bij thuis in de kelder had staan en heeft staan nog steeds, in het klein dan wel. Ik heb er echt geen spijt van. De dingen die ik daarmee kan zijn meer denk ik dan met elektriciteit. Ik heb er echt geen spijt van dat ik deze richting heb gekozen. Wat zijn jouw hobby's? Hobby's heb ik niet echt. Ja, YouTube. Eigenlijk is YouTube iets wat de afgelopen jaren wel mijn hobby is geworden. En het zal ook wel voor een tijdje nog mijn hobby blijven. Sport ik? Zo ja, welke en waarom? Ik sport eigenlijk helemaal niet. Behalve op school. Het is dan niet dat jullie denken van, oké, ja, je bent eigenlijk een luie papzak. En je zit de hele tijd aan je computer de hele dag lang. Nee, niet waar. Ik ben heel erg bij mijn vriendin.
En dan denk je ook van, ja, dan ga je met de auto. Dat is ook niet waar. Ik ga altijd met de fiets naar daar. Op het moment is mijn fiets helemaal niet hier, omdat die nog daar staat. Maar ik ga altijd met de fiets naar daar. Ik ben één keer zelfs door de regen naar daar gefietst om bij haar te zijn. Dus zover ga ik wel. Maar ja, als ik dan een sport zou willen doen, zou ik misschien niet zijn met fietsen. Maar buiten fietsen doe ik het niet veel. Maar de heenrit is 4 kilometer. De terugrit zou je zeggen ook 4 kilometer. Maar dan neem ik een andere weg. Dus dat is 5 kilometer. Dus dat is dan per dag wel 9 kilometer dat ik fiets. Maal zoveel keer per week. Dat is meestal 2-3 keer per week. Dus dan is het toch wel 27 kilometer per week ongeveer dat ik fiets. Dus dat is toch ook wel iets. Hoe presenteer je je tegenover een ander qua uiterlijk? Ik presenteer me meestal wel netjes tegenover een ander qua uiterlijk. Ik probeer altijd wel netjes gekleed te zijn. Niet altijd het beste wat je hebt, maar toch wel netjes gekleed te zijn. Ik probeer ook altijd, mijn haren moet ik altijd gedaan hebben, anders ga ik gewoon de deur niet uit. Als ik mijn haren niet gedaan heb, ga ik echt gewoon de deur niet uit. Dat doe ik mezelf nooit aan. Het zijn soms kleine dingetjes, maar ik besteed er toch wel zeker de aandacht aan om er netjes uit te zien tegenover een ander. Hoe stel je jezelf voor? Ik stel mezelf voor als een gelukkige 16-jarige jongen die heel blij is met de dingen die hij heeft. Ik stel mezelf eigenlijk voor als een normale, gelukkige 16-jarige jongen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat was de laatste vraag alweer. 50 vragen over mezelf. Ik vind het eigenlijk wel, in principe vond ik dat wel eens leuk om te doen. Het is de eerste keer dat ik zoiets doe. Het kan zijn dat het nog terugkomt. Dat hangt van jullie ook af en hoe vaak deze video wordt bekeken. Dus hangt allemaal een beetje van jullie af. Dus zoals ik net al zei, willen jullie meer zien, vergeet dan zeker geen like achter te laten, te abonneren, eventueel een reactie achter te laten met suggesties. En als jullie nog een andere vraag hebben, laat het zeker achter in de comments. Meer heb ik er niet over te zeggen. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Nog een hele fijne dag en graag tot de volgende keer. Later!